Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem. 10 dagen later werd de kapitein half bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de armen geklemd. Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens, niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem, maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn. Toe ga mee naar snorkelen.